staan hele goede vrienden van mij. En wij gaan vandaag iets heel leuks doen. En als jullie al aan de titel kunnen zien, wij hebben vandaag een foodchallenge. Oh. Nee, maar ik word helemaal gek, want ik hou van food, weet je. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, we hebben gewoon random allemaal food gepakt. En dat gaan we straks eten. En dan gaan we zeggen wat we ervan vinden. Of het lekker vinden. Of misschien vinden we het wel zo vies dat we moeten kotsen. We gaan ook een cijfer geven. En ja, dat is het eigenlijk. Wat staat erbij? Want we zijn naar de Plus geweest en naar het Kruidvat. En daar hebben we dus van alles gekocht. Zijn jullie benieuwd wat we allemaal hebben gekocht? En of we het lekker vinden of niet? Blijf er vooral gezellig even kijken. We beginnen vandaag met de tas van de Plus en we gaan hier gewoon één voor één een product uit grabbelen. En wie zal beginnen met grabbelen? Ik. Oh, Joep, begin met grabbelen. Oh, wat zit er allemaal op? Op een paar. En dat is Kids Mix. Dit is kleine vrolijke snoepjes voor 1 euro. En we gaan er nu allemaal eentje proeven. Oké, ze hebben een hartje gepakt. Ik pak ook een hartje. We gaan het proeven. Ik vind hem taai. Ik krijg hem niet gekoud. Ik ook niet. Eeuw, dit smaakt naar kot. Ik vind hem wel lekker. Mm, ik wil nog één. Ik pak even de oranje. Auw, oh, mijn beugel. En veel te hard voor mijn mond. Nou, wat voor cijfer zou dit krijgen? Ik geef het een 6. Ik geef het een 7,5. Ik vind het best lekker, maar ik een 6,5. Het is alleen een beetje hard, maar ik vind het wel heel lekker. Maar ik hou van snoep en eten, dus ik heb het. Oké, we gaan verder met het volgende product. Nou, half kouwend met een snoep van die andere die ik best wel lekker vind, ga ik nu het volgende product krabbelen en ik ben benieuwd. Gezus! Gewoon. Ja, we hebben dus ook drinken gekocht en dat gaan we ook proeven. En dit hebben we allemaal nog nooit op. Dus dit is nou wel te schudden dat het dadelijk een psst. Oké, ik ga het openmaken. Ah, oh, ik durf het niet. Kom, moet ik het doen? Okay. Oeh. Job gaat eerst. Eén slok. Oké, nu ik. Ik vind het kei lekker. Lekker! Het smaakt gewoon een limonade met heel veel prik en wel mijn keel gaat prikken. En Rick, eet jij nou serieus fruit? Nou, veel man is aan het fruit eten. Oh my god, ik vind het zo lekker. Oké, ik geef dit een 8,5. Ik een 10. Ik een 9. Nou, we gaan er even snel verder drinken. Doei! Oké, dan gaan we product 3. Ja, Kim gaat het volgende product drinken. Tukjes! Nou. Je ziet al aan Kim's gezicht dat ze er geen zin in heeft. Dit zijn de originele, maar dan met crispy. En deze hebben we nog nooit op. Kim haat cookies, maar ze moet het proeven. Want het is leuk. Oké, we gaan het even proeven. Ik ben benieuwd. Oh, mijn halve is ook goed. Dan heb je het gewoon niet meer. Nee. Oeh! Ik proef even mijn halve, hoor. Of een klein stukje. Oké, we gaan allemaal een klein stukje. Alle drie tegelijk. Oké, 1, 2, 3. Oh, lekker. Echt lekker! Zitten er van die zoutkorreltjes in of zo? Ja, hoe crispy is het? Ja, dat zie je ook aan de titel. Crispy. Lekker. Auw. Oh. Ik geef dit denk ik een 7,5. Ik wil een 9 hoor. 9? Ik heb 5. Want ik lust het niet. Nou, we gaan alweer naar product 4. Ja, 4. Ja, 4. Crispy. Wij hebben hier de chocolade van... Ik heb een chocolade. Van Nestle. Nou, we gaan hem openmaken, hè? Oh, zo! Dit klinkt er niet uit. Maar ik ga even... Dit is de chocola met een heel mooi... Kijk, die hebben we laten zien! Hele mooie vorm. Alles voor de chocola. Alles voor de chocola. Ja, alles voor de chocola. Oh, Job moest en zou die chocola hebben. Oh, ik heb een groot stukje. Oh, en ik het... Proeven. Oh, maar dan... Ach, lekker. Ja. Ja, ga hem nog binnen. Oh. Oh. Mmm. Mmm. Oh. Oh. Een 10 hoor. Oké. Okay. Ja. Dit is echt een aanrader. Is met 93 cent. Dit is leven, jongens. Dit is leven. Dit is de hemel. Crunch van het merk Nestle. Sowieso een 10. Ja. Dit is echt overheerlijk. Dit is echt top. Oké, nu ga ik het volgende product. Ik ben benieuwd. Oh my god, appelkoeken van het merk Oké. Dus we gaan proeven of Oké ook wel echt
overtreffend is, want dat is een hele goedkope merk. Ik ben benieuwd of het lekker is. Oké, okay. Dit gaan wij delen hoor, voordat we gaan kotsen hier. Nou, ik deel hem maar met Kim. Dat is wel goed zo. Ja. Rikkie? Ja? Oké. Okay. Eet dan. Is lekker. Lekker. Wel machtig. Ik vind het niet zo... Ik vind het wel lekker op zich. Ik ook. Oké. Okay. Ja, als ja... Een 8. Een beetje naar de vulling van appeltaart wel, hè? Ik geef dit een 8. Oh, nou, ik ook. Dat is echt een aanrader. Super goedkoop. Die koeken van oké. Maar heel lekker. Dus ja. De eerste hap is niet zo heel lekker, maar de tweede wel. Ja, het is alleen wel machtig. Dus pas op dat je niet het hele pakje op eet, want dan leg je morgen te kotsen. Nou, tip van Julia. Oh ja, als jullie nog niet hebben geabonneerd, hieronder in de beschrijving staat een linkje. Dan kun je direct abonneren en dus is het bijna bij de 1000. Ja, hier, kibbel. Oh ja. Dan gaan we nu verder met product 5. Nee, 6. 6. 6. Product 6. Ik heb de vanille. Oh my god, vanille. Coca-Cola vanille. Coca-Cola vanille. Nou, ik heb een hekel aan cola, dus... Ik heb ook, maar ik vind vanille lekker. Die heb ik ook een keer op. Is die lekker? Je proeft de vanille niet heel erg. Oh. Een heel klein beetje, maar het is wel gewoon lekker. Het is zo lekker. Het lijkt wel romig. Heel lief. Niet echt zoete popcorn, maar het heeft wel iets meer goede, betere smaak. En het scheelt maar 30 cent in de prijs. Ik geef het een 7, omdat ik het niet leuk vind dat er ook vandaag van die wat niet naar van die smaakt. Nou, het is een 8,5. Oké. Okay. Nou, dan ga ik nu verder met het volgende product. Woehoe. Oh, dat is al het laatste uit deze tas. Maar wel lekker, hè? Nee. Milka Oreo. Oeh. Milka Oreo. Dit is mijn hemel. Je bent zo druk. Ja, maar ik hou van eten, dus dan word ik gek. Oké, ik ga. Nou, 1, 2. Ah, dat is beter. Ja, het is mis. Nou, ik hoef niet zo'n heel blokje hoor. Nee, allemaal een stukje. Ik wil wel een blokje, zo ja. Geef me maar dit hier, zo. Oh, ja. Nee, ik wil meer hoor. Ja. Oh, verrukkelijk. Maar dat wist ik al. Een 10 plus. Een 10. Beste uitvinding ooit. Ja. Een A. Weet je, ik hou gewoon zo van Oreo. Ik ook. En dan met chocola. Heerlijk. Dat is gewoon mijn hemel. Rick, wil je ook? Rick. Oh. En we gaan alweer verder met het kruidvattasje. Babyfood! We hebben hier 4 dingen gehaald. En dat zijn deze karamak. Dat hoef je niet te laten zien, want dat zien ze zo. Ja, maar dat zijn toch maar 2 producten. En babyfood!
oud voor je kind. Ja, we wilden eerst een babyfood challenge doen, maar dat wilden we niet, want ze waren bang dat ze geen kotten. Dus toen zei ik van, nou dan doen we toch 2 potjes. En ja. Maar kijk, we waren er niet bang voor, maar mij leek het gewoon leuker om meer eten te doen dan alleen maar die babyfood. Ja, dus toen bedachten we, oké, we gaan de food challenge doen en daar zijn we nu. Dan laten we nou beginnen met, dit is bruine bonen met appel. Nou. O3Vin 4+, dit is voor als je 4 maandjes bent. Nou, dat zijn wij, want het zijn baby's. Dit is bruine bonen met appel, mijn eerste hap dus. Even een lepeltje pakken. Maar ik kot van bruine bonen. Nee, we doen onze vinger erin. Ja, we gaan het met onze vinger doen. Ik wil ze eerst. Dan moet denk opgewarmd worden, toch? Niet. Ja, dat moet in het oorspronkelijk moet je dat warm maken. Nou, dan eten we wel koude bruine bonen. Kan dat? Ik krijg hem niet. Ja. Oeh, ik wil ze eerst. Ik wil ook ruiken. Eeuw. Je gaat echt over je nek. Ik durf niet. Ruik. Oké, ik ga kijken. Zullen we het doen alsof we het hebben, maar niet doen? Oké, wel, dat is leuk. Het is zo heel likje. Ik doe gewoon zo hoor. Och. Zet maar aan. Het smaakt naar water. Zet hem aan. Ik vind het wel lekker. Ja. Eeuw, ik vind het heel vies. Eeuw. Eigenlijk smaakt het niet lekker. Het smaakt gewoon naar fucking water. Water met een fucking gare smaak. Echt niet, het is geen water. Dit is water. Dit proeft beter. En dat smaakt echt. Nou, nee, we gaan nu verder met het volgende babyfood. En dit is peer. Dus, oh, dat lijkt me wel lekker. Ik wil weer als eerst. Mijn eerste hapjes, dus ook voor als je 4+ maanden bent. 4+ maanden, 4+ jaar toch? Oh, die maanden. Oh, dit ruikt echt fucking lekker. Ja? Nee. Veel. Mislukte peer. Oh, ik vind het wel heel erg lekker ruiken. Ik ook. Het is best wel geprakte peer. Ik heb toch veel. Het zit op je neus. Wow, ik vind het echt heel goed. Het smaakt ook weer naar water. We zijn vergeten om de bruine bonen een cijfer te geven. Oh ja, die bruine bonen geef ik een 1. Maar je vond ze nog zo lekker. Ja, maar ze smaakt naar rand, naar water. Bruine bonen. Nou, dit vind ik ook een 1. Dat vind ik een 1 en dat vind ik een 1. Dit vind ik een 7 waard. Dit vind ik een 7,5. Maar het smaakt gewoon lekker alsof ik bananen en fruit smaak. Nou oké, ik vind deze iets beter smaak. Ik geef waarom drie. Je het nou in je mond? Dan moet je opwarmen oorspronkelijk. Die kun je zomaar niet eten. Nee, dit is fruit. Nou oké. Ik vind het wel lekker hoor. Het ziet eruit als appelmoes. Ja. Kijk, voor de mensen. Even laten zien, want dit ziet er uit naar zo die uit. Nee, de bruine bonen. De peer. En het ziet er echt een beetje uit als appelmoes. Maar ja. Oké, nu gaan we naar het laatste product van deze hele video. En misschien ook wat lekkers. Want dit is van Nesto. Een karamel steak ding. Karamak. Karamak, oh ja. Dit is dus chocola met karamel, denk ik. Ik weet het niet eens, ik heb het nooit op. Ik kan niet. Nee, joh, dit is echt fucking karamel. Dit is gewoon karamel. Ik dacht het chocola was. Oké, ik wil een stukje. Ik wil een stukje. Oh, mijn god, dit is karamel. Wow. Oh, ruikt eraan. Oh, wat lekker. Oh. Oh, wat lekker. Oh, reek die smeek. Ja, dat snap ik. Het doet me denken aan witte chocola. Ja, hè? Met een beetje een hele zoete witte chocola met een beetje karamelachtig. Ik geef het een 8,5. Ik geef het een 9. Ja, ik geef het ook een 8,5. Oh, lekker. Mm. Ja. Nou. Nou, is dit alles al? Ja. We hebben gewoon veel te veel gegeten. Hoezo? Hoezo? Te snel. Ik heb geen buikpijn hoor. Ik ook niet. Nou, Rick, dat is mijn broertje. Lekker ding aan iemand te eten. Nee. Die is ook even bij komen zitten, want hij werd helemaal verleid van al dit eten. Maar, hé, hey, blijf eens af. Job, die is alle potjes erin. Nee, maar wij gaan nu even zeggen wat ons all-time favorite is. Ik denk dat die van mij die crunchy is of die karamel. Die van mij is sowieso ja, de crunch chocola van Nestle. Maar de melkareep. Oh, maar ik vind die crunchy lekker, maar deze karamel ding ook zo lekker. Die vind ik ook heel lekker. Die karamel. Deel. En wat ik nou het minst lekker vond, dan willen jullie misschien ook wel. Bruine bonen fucking potje. Dat vind ik ook. Of de cola vanille, die vind ik niet lekker. Maar ik ben gewoon sowieso niet echt van de cola. Ik vind die wel lekker.
Ik neem nog even een stukje chocola. Ik neem ook crunch. Oh, Rick, wat vind jij lekker? Proef het eens. Nu gaat mijn broertje even snel zeggen wat hij ervan vindt. Wat vind je van de chocola? Ja, die crunch. Lekker, hè? Nou. Moet je die tukjes proeven? Die zijn ook lekker. Nee. Wel, wij gaan nog even lekker doorproeven. Nee, wacht even. Rick, die moet iets proeven. Hij moet namelijk... Ik heb alles al op, ja. Maar ik vind... Hij heeft alles achter de schermen gewoon al op. Hij neemt nu een stukje tukkie. Nee, ik vind tukkie niet lekker. Deze zijn echt wel lekker. Ik ook niet. Die heb ik ook al op. Hij heeft alles al op. Nou, dit was het alweer. De food challenge. Hoe heet het eigenlijk? Food challenge. We vonden het zo lekker om te doen. En ik ben helemaal niet misselijk. Ik verbaas me echt heel erg. We hebben ook maar een beetje van alles gewoon, op hoor. Omdat hun gewoon zo slim zijn om een klein beetje te doen. En ik nu ook. Ben ik gewoon niet misselijk. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden om te zien. Wij vonden het echt zo leuk om te doen. Als jullie nog tips en ideeën hebben voor volgende filmpjes, laat het dan vooral achter in de comments. In de comments. Misschien vonden jullie wel dat we wat slomer door de producten moesten gaan. Of we het gewoon echt mooi precies moesten laten zien. Trouwens, willen jullie nu zien hoe dit eruit ziet wat we hebben? Mijn broertje gaat het wel even aan jullie laten zien. Nou, het ziet er allemaal als een slachtveld uit hier. But okay. But okay. Wauw. Okay, anders vonden we het echt geweldig om te doen. Hebben jullie nog ideeën voor volgende films die wij een keer met elkaar kunnen doen? Of te maken heeft met eten, maakt niet uit. Maar wat jullie heel graag van ons willen zien als we weer gaan afspreken, laat het vooral achter in de comments. Vond je het nou leuk? Laat dan vooral ook een duimpje omhoog achter. Dan maak je ons allemaal blij, want dan denken wij, oh my god, een duimpje omhoog. Jullie en worden er heel blij van. Hè? Ja, dan worden wij helemaal gestoord. Oh, wij gaan dit straks trouwens weer even opeten. Maar we willen jullie niet zoveel verleiden met al dat lekkere eten. Ja. Wie weet zo. Oké, nou. Heel erg bedankt voor het kijken. En zo, we schreeuwen. Ja, ook voor mij hoor. Ja, hopelijk. Abonneer me alsjeblieft, dat vind ik zo leuk. En hopelijk kom je de volgende keer weer naar mijn video's kijken. Want daar word ik echt heel erg blij van. En Job en Kim ook, want dat vinden ze leuk voor mij. Dus echt heel erg bedankt voor alles. En tot de volgende keer, hoop ik. Dus, haha. Nou, en. Dus dat komt.